lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Net als papa. Kinderen, ik heb een verrassing. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Tada! Kijk. Wauw, een schild. Een schild. Dankjewel, papa. Wij zijn ridders. Amuseer jullie. Pas op, Gaspar. Aanvallen. Wacht even. Simon. Huh? Wat is er? Echte ridders hebben paarden nodig. Ik vraag het aan papa. Wacht eens even. Ik kan paarden maken. Dus dat heb ik nodig. Hey, wat ga je doen met die sok? Dat zal je straks wel zien. Ja. Oké. En dit dan zo, ja, vastmaken. En bingo! Tada! Oh, een paard. Simon, je bent echt slim. Dat is zo waar. Ik kan alles zo goed als papa. Oh ja? Toch niet alles zoals papa. Jawel, alles even goed. Wacht maar af. Kom mee, Gaspar. Oh ja? Ten eerste, kan jij stofzuigen zoals papa? Ja, natuurlijk. Kijk. Papa, papa, mag ik stofzuigen? Ben je zeker, Simon? Ja, ja, ja. Het is heel makkelijk. Simon, Simon, zet het af. Simon, Simon. Dank je, Simon. Zie je wel, ik kan even goed stofzuigen als papa. Oh, ja, ja, maar toch, je bent niet zo goed als papa. Oké, ik ga je kamer stofzuigen en daarna maak ik eten. Ik weet dat je niet zo goed kan koken als papa. Tuurlijk wel, het is echt heel simpel. Dus... nu ga ik pasta maken. Zie je wel dat je niet alles kan zoals papa? Maar jawel. Ik roep als het klaar is. Oké. Ja. Dat is goed. 1, 2, 3. Zo. Oh, wat ben je aan het doen, Simon? Ik maak het avondeten. Het is klaar! Etenstijd! Simon wil eten maken. Oh ja? Oké. Hey, dit is een ontbijt. Dit is geen echt eten zoals papa maakt. Nee, nee, het is iets anders. Het is Simons speciale soep. Wel, ik wil er geen. Gaspar, probeer het eens. Anders weet je niet of je het lekker vindt of niet. Oh ja, ik ben zeker dat het lekker zal zijn. Hup. Het is heerlijk. Oh, er zitten zelfs erwten in. En ham. Ja, het is inderdaad heel speciaal, Simon. Het is mijn magische recept. Wauw, je avondeten is echt heerlijk, Simon. Zie je wel dat ik het even goed kan als papa? Oh ja, maar ik denk dat er één ding is dat je toch niet kan. En dat is mama en papa in bed leggen. Alsjeblieft, slaap wel. Ben je niets vergeten? Nee. Jullie liggen in bed en ik zeg slaap wel. En dan daarna? Oh ja, een kus. Mwah. Mwah. Zo, dus slaap wel. En ben je niet nog iets vergeten, Simon? Wil je nog een knuffel? Nee, Simon. Simon, je moet een verhaaltje vertellen. Oh ja, dat is waar. Oké, het is een verhaaltje over een konijntje dat graag slaap wel wil zeggen. En nu ogen dicht. Oh. Ik doe het licht uit. Wees heel stil en maak je niet wakker. Zie je? Ik ben even goed als papa in alles. Ja, dat ben je echt, Simon.
Oh, maar wie gaat ons nu instoppen? Lees je me een verhaaltje voor, mama? En welk verhaaltje wil je horen? Simon, slaap je al? Hey, iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee! Wij willen niet vertrekken. Pas op, kinderen. Ik ga jullie vinden. Je zou Opias nooit vinden. Elvis, heb jij iets gezien? Huh? Waar is Opie nu? Gevonden! En nu ga ik jullie nat spuiten, konijntjes. Simon, Gaspar, we moeten naar huis. Oeps, sorry. Oh? Nee, papa, het is eerst tijd om te douchen. Sorry, jongens. We moeten echt naar huis. Nee, dat is niet eerlijk. Het is zo leuk bij Omi en Opie. Oh ja, ja. Het is nog leuker dan thuis. Sorry, maar we moeten gaan. Ga je spullen halen. Snel, Gaspar. Verstop je tas. Dan moeten we niet meteen vertrekken. Oh, oké. Maar waar ga ik ze verstoppen? Waar ga ik ze verstoppen? Kinderen, zijn jullie klaar? Oh, Simon. Waar verstop ik ze? Waar verstop ik ze? Verstop ze in de koffer. Oh ja, de koffer. Kom maar, haast je, Gaspar. Zijn jullie klaar? En konijntjes, hebben jullie je tas gevonden? Nee, we kunnen ze nergens vinden. Wel, zal ik jullie dan helpen, jongens? Hé, hey, Gaspar, misschien ligt je tas wel op de grond. Dat is niet waar ze ligt, kinderen. Ja, dat zei ik toch. We weten niet waar ze ligt. Ah? Simon, ik heb je tas gevonden. Oh, en hier is die van Gaspar. Kom aan, we moeten vertrekken. Och, nee, het is mislukt. Hé, ik heb een idee om hier te blijven. Geef je dekentje. Zo, ingepakt. Nog niet. Gaspar is zijn dekentje kwijt. Oh ja, dat is waar. Ik kan niet weg zonder dekentje. Ja, zo is dat. Oh, brave hond. Geef je dekentje, Elvis. Kom maar. Dank je, Elvis. Het is helemaal nat nu. Oh, je was de tomaten vergeten. Oh, en de courgettes ook. Kom aan, Gaspar, kom mee. Konijntjes, we vertrekken. Gaspar, Simon. Shh, Elvis, nu gaan ze ons vinden. Oh, ik denk dat ik ze gezien heb. Oh, dat is jammer. Dan moeten we zonder hen gaan. Ze gaan zonder ons vertrekken, Simon. Dat is niet waar. Ze maken maar een grapje. Tot binnenkort. Bedankt. En tot snel. Dag. En nog eens bedankt. Hé, hey, niet gaan. Oh. We zijn hier, mama. Oh, echt waar? Oh. Oef. Wel. In de auto nu, konijntjes. Ik ga je missen, Omi. Ik zie je snel terug, mijn konijntje. Oh, en opa ook. Ik wil hier niet weg. Oh, nee. Ik kan mijn sleutels niet vinden. Ze zullen wel binnen liggen. Dus we gaan toch niet weg. Woehoe, dan kunnen we nog verder spelen. Zo, wat zullen we spelen? De autosleutels. Hey Elvis, geef de autosleutels terug. Oh. Geef ons de sleutels, Elvis. Geef ze terug. Elvis. Geef ze terug, Elvis. Kom maar, Elvis. Geef die sleutels toch, Elvis. Elvis? Oh.
Joepie, ja, we hebben ze! Goed gedaan, jongens. Tja, Elvis wou dus ook niet dat ze weggingen. Dag Elvis, en tot snel. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Gelukkige verjaardag, mama! Wat is papa aan het doen? Hij zit buiten de tafel klaar. Want vandaag is mama's verjaardag. Oh. En wij hebben een super verrassing voor haar. Een verrassing? Joepie! Je mag het tegen niemand zeggen, oké? Ook niet tegen papa. Ook niet. Het is een verrassing. We zetten alles klaar voordat mama thuis komt. Ja, oké. Jongens? Ja, snel. Ah, daar zijn jullie. Ik maak een taart voor mama's verjaardag. Maar het is echt heel veel werk, dus heb ik jullie hulp nodig. Ik reken op jullie om jezelf te wassen zonder hulp van mij. Gaan we doen, papa. Ga jullie nu maar wassen. Ja, papa. Maar Simon, onze verrassing dan. We hebben geen tijd. Maak je geen zorgen, Gaspar. Tijd genoeg. Eerst doen we alsof we ons wassen. En ondertussen gaan we tekenen. Ik maak een hele grote tekening voor mama. La 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 la. Huh? Hey, Siepje. Dat is niet voor jou, dat is voor mama. Kinderen? Huh? Alles oké daar? Ja, papa. Oh-oh. Oh nee. Snel, handdoeken. Die kan ik gebruiken. Jongens, wat doen jullie daar? Ik kom, papa. Ik doe nu mijn pyjama aan en dan komen we. Kom aan, Gaspar, snel. Zo, onze tekening en onze kostuum zitten in deze tas. We moeten nu gaan, want papa wacht op ons. Ja. Snel. Hier zijn we, papa. Goed zo. En ruim nu maar snel jullie speelgoed op in je kamer en in de woonkamer. Natuurlijk, papa. Maar Simon, en onze verrassing dan? Maak je geen zorgen, Gaspar. Ik zal de potloden opruimen, Simon. Goed, Gaspar. En dit in de kast. Ik ben klaar. Au! En dat onder het bed. En nu, Gaspar, naar de woonkamer. Wauw, mooie bloemen voor mama. De kussen is goed, Gaspar. Jongens. Ja, papa. We komen, papa. De taart is perfect. We zijn er, papa. En alles is opgeruimd. Oh ja? Heel goed, konijntjes. Kom aan, Gaspar. We moeten terug aan de slag. Wacht. Dekken jullie de tafel in de tuin? Mama eet supergraag buiten. Dat doen we, papa. Heel erg bedankt, jongens. Hier, Gaspar. Neem jij de glazen. Maar voorzichtig, oké? Ja. Oké. Oké, die moeten supersnel zijn. We moeten nog veel in het tuinhuisje zetten. Jongens, kom eens kijken naar mijn prachtige taart. Gaspar, Simon, joehoe. Waar zijn jullie, jongens? Huh? Simon, Gaspar, waar zijn jullie? Oh, ze hebben niets opgeruimd. Hè? Huh? Wat is er hier gebeurd? Simon? Gaspar? Dag, mijn schat. Wat is er aan de hand? Wel, ik zoek de kinderen. Wat is dat? Oh,
Net bloemblaadjes. Jongens, waar zijn jullie? We zijn hier. Verrassing! Gelukkige verjaardag, mama. Gaspar en ik houden superveel van jou. Echt zoveel. Oh, schatten, mijn konijntjes. Mama houdt ook zoveel van jullie. Ah, daarom ruimden jullie niet op. Jullie waren veel te druk bezig met jullie verrassing. Ja, dat is waar, papa. Oh nee, papa. Niet in de kast kijken. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Zalig kerstfeest! Gaspar, Simon, zijn jullie er klaar voor? Ja! En 1, 2, 3 en knip. Wauw, zo papa, je bent geweldig. En hier zijn de kerstballen, mijn schatten. Geweldig, mama. Kijk, Gaspar, een sneeuwman. Wacht op mij, Simon. Ik wil de kerstballen ook zien, hoor. Oh, wat een mooie bal. Geef die aan mij, Gaspar. Oh, nee, die bal is van mij. Oké, maar als je hem aan mij geeft, ga ik hem bovenaan in de kerstboom. Oké, goed dan. Ik hang hem hier. Tada! Kijk, Gaspar. Oh, kijk naar deze. Dat is de grootste en allermooiste bal. Wow! Goed zo, Simon. Goed gevangen. Hoe laat komt de kerstman? Geen idee. Denk je dat het nog lang gaat duren? Kom aan, tijd om naar bed te gaan. Hoe sneller je slaapt, hoe sneller de kerstman er is. Snel! Mama? Hoe gaat de kerstman ons huis vinden met al die sneeuw? Maak je geen zorgen, Simon. Hij is de sneeuw gewoon. Hij vindt het wel. Ben je dat zeker? Gaspar! Gaspar! Kijk buiten. Het sneeuwt echt heel hard. Maar hoe gaan de rendieren van de kerstman door de sneeuw geraken? Ja, geen idee. We moeten de kerstman absoluut gaan helpen. Anders zijn er geen cadeautjes. Geen cadeautjes? Oh, hé. Ik heb echt een fantastisch idee. Wat ben je aan het doen, Simon? Sst, volg mij. Hé, hey, kom je mee, Gaspar? Sst, Sipje. Ja, Sipje, stilletjes zijn. Klaar, Gaspar? Klaar. Oh, kom aan. Sst, Sipje. Wat was dat lawaai allemaal? Oh? Wat is dit? Goed, en nu hangen we de lampjes op. Oké. Zo, klaar. Ben
jullie zeker dat de kerstman ons huis nu zal zien? Oh ja, ik denk dat hij nog nooit zo lang niet van heeft gezien. Tada! Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wat een prachtige landingsbaan. Yay! Joepie, joepie. Hij is gekomen. Zie je wel dat de kerstman ons heeft gevonden? Natuurlijk wel. Ik heb samen met Gaspar een mooie landingsbaan gemaakt. Oh ja, yeah, dat is waar. Ben je er klaar voor, Gaspar? Ja! Oh, wauw! Wauw, wat een mooi cadeau. Waar zijn mijn kerstlampjes naartoe? Oh, wow. Ik denk dat je eens buiten moet gaan kijken. Oh? En daar gaan we! Yay! Zalig kerstfeest! Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Tomaten? Jij bent hem, Simon. Jongens, nog 5 minuten en dan naar bed. Oké, Omi. Ik ga je vangen, Gaspar. Ah, je vangt me nooit. Superkonijn gaat je vangen. Voorzichtig met de groenten in de tuin, jongens. Ja, tuurlijk, Oppie. Oh. Groene tomaten en jakkes, dat is vies. Het zijn precies reuze kuttels. Gaspar, Simon, pas goed op bij de tomaten. Oh, nee. Oh, dit is niet goed. Het is in orde. Kippie, Gaspar, jij bent er. Je vangt me toch niet, Gaspar. Voorzichtig, Simon. Heb je je pijn gedaan? Gaat het? Ja, ik ben oké, Appie. Hé, uw tomaten zijn heel raar. Ja, inderdaad, ze zijn allemaal groen. Tja, dat komt omdat de elf die de tomaten verft er nog niet is. Maar hij komt er wel aan. Een elf? Wanneer de tomaten groeien, komt er een elfje om ze allemaal rood te verven. Dat is zijn job. En hoe doet hij dat? Wel, als je nu naar bed gaat, vertel ik het verhaal. Snel, Gaspar, naar bed! Snel, snel! Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, Oppie! De elf woont in de aarde, onder de tomaten. Maar hoezo in de aarde? Waar de aardappelen groeien? Nee, wacht maar even, oké? De elf heeft een grote pot in zijn huis. En met zijn penseeltje verzamelt hij stukjes van de zon die hij in de pot steekt. En zo maakt hij de tomaten rood. Heeft u de elf al eens gezien? Nee, niemand heeft hem ooit gezien. Want hij werkt alleen 's nachts wanneer kleine konijntjes slapen. En trouwens, het is tijd om het licht uit te doen. Slaap wel, kinderen. Slaap wel, Oppie. Hé, Gaspar, geloof je in het verhaal van die elf? Die elf is zeker echt. Dat denk ik toch wel. Maar ik wil er zeker van zijn. We gaan nu naar de tomaten. Oh, ja. Pak je deken. We moeten buiten slapen. Kom, onder de tafel. Ja. Goed, nu kunnen we hem zeker niet missen. Ja, dit is de beste plek. Hé, kijk daar! De elf! Maar dat is wel een kikker, Simon. Waarom komt de elf niet, Simon? Ik weet het! We moeten doen alsof we slapen. Anders komt de elf niet. Oh ja, je hebt gelijk. Huh? Psst, Gaspar, heb je al iets gezien? Oh, nee, ik heb niks gezien, hoor. Hm? Oh, wat is dat, Simon?
Ah, het is maar een uil. Ik ben bang, Simon. Kom aan, je bent toch niet bang voor een uiltje? Jawel, uilen kunnen best eng zijn. Sst, oké. Anders zal de elf nooit komen. Kom, we verstoppen ons. Gaspar, blijf toch wakker. We mogen niet slapen. Goedemorgen, kleine konijntjes. Oh, de tomaten zijn rood geworden. Oh nee, de elf gemist. Misschien bestaat hij niet eens. En toch ben ik zeker dat ik de elf heb gehoord. Omi, opie, sliepen jullie ook buiten? Jullie dachten toch niet dat ik jullie alleen buiten zou laten slapen? Hé, opie, er zijn nog veel groene tomaten over. Tuurlijk, hij kon ze niet allemaal op één nacht schilderen. Hé, kijk! De pot van de elf. Wauw! Zie je wel dat de elf echt bestaat? Ja, natuurlijk. De tomaten hebben zichzelf niet rood gemaakt. Laten we het huis van de elf gaan zoeken. Ja! Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee! Krabben vangen. Er moet water in die gracht rond het kasteel. Mama? Mama? Mag ik wat water gaan halen voor mijn kasteel? Tuurlijk, mijn konijntje. Maar ga niet te diep, oké? Oké, mama. Huh? Hé, een krab. Hé, wacht even, kleintje. Ik kan je zien, klein krabje. Hé, jij wou me knijpen. Hé, jij mag mijn krabben niet vangen. Dit is mijn plas. Wat een onzin. Ten eerste, het is niet jouw plas. Het is wel mijn plas. En jij weet niet eens hoe je een krab moet vangen. Maar jawel, zullen we weten dat ik wel een krab kan vangen? Wel, zullen we zeggen dat wie een krab kan vangen, de plas krijgt. Dat is goed. Oké. Kom hier, klein krabje. Daar ben je. Ik ga je vangen. Hey, sst. Ha, daar. En? Ja, ik ben de winnaar. Het is mijn plas. Je hebt gewonnen omdat... Want wel, die van mij was veel sneller. Wel, ik vind je een slechte verliezer. Huh? Dat is niet waar. Ja, een plas voor mij alleen. En deze is veel groter en alleen van mij. Ik ben de koning van de plas. Wauw, wat is dat? Zo grappig. Het zijn precies kleine krinkers in mijn plas. Dat is onzin. Dat zijn alikruikjes, slakjes die leven in de zee. Dat weet ik, omdat die plas ook van mij is. Oh nee, ik zeg hem eerst, dus stop er maar mee. Waarvoor zullen we wedden dat het mijn plas is? Oké. Wie het meeste alikruikjes plukt, is de koning van deze plas. Of koningin. Oké. Hey! Je bent te laat! Oké, instellen. 3, 4, 5. Ik heb er 10! Wel, ik heb er ook 10! Het is gelijk spel. Oh? Tada! En 11 kruikjes voor mij! Ik heb gewonnen! Het is mijn plas! Ja, oké, goed zo. Maar dan staan we gelijk.
Ja, oké, wel. De eerste die de zee raakt, die wint... Die wint het hele strand. Oké, dat is goed. Maak je klaar. 1, 2, 3 en... En start! Hé, dat is vals spelen. Je had een voorsprong. Tijd voor superkanen. Ik ga het strand winnen. Dat is niet eerlijk. Ik ben gevallen. Heb je pijn aan je knieën? Ja, een beetje. En er hangt zand op. Ik heb een supertechniek voor nat zand. Ik ben zo terug. Ik ga wat water op je knieën gieten, oké? Oké. Dus hier en daar. Oh, het zand is eraf. Oh, dank je. Je bent eigenlijk heel erg lief. Bedankt. Kunnen we dan vrienden zijn? Tuurlijk, ja. Maar de eerste aan de zee... Die wint. Hey Simon, wil je een ijsje, mijn konijntje? Oh ja, en mag mijn nieuwe vriendin er ook een? Oh, eigenlijk, hoe heet je? Mijn naam is Marie, en jij? Mijn naam is Simon. Nog een aliekrijkjesrace? Oké, dat doen we. Kom aan, jongens. Hey iedereen, kijk, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee. Pas op, ik kom eraan. Simon, waarom draag je je superkonijnkostuum? Omdat ik vandaag de wereld ga redden. Ja, ik ben superkonijn. Superkonijn. Oh, hallo Ferdinand. Hé, hey, wacht even. Superkonijn komt je redden. Waarvan dan? Ik moet niet gered worden, maar toch bedankt. Hé, hey, je hebt me gemist. Superkonijn is veel te snel. Superkonijn, moeten mij niet gaan helpen. Hé, mama, ik ga met Lou en Sophie spelen, oké? Okay? Oké, okay. Amuseer je konijntje. Dankjewel, mama. Nu is het jouw beurt. Oké. Okay. Superkonijn! Dag Sophie, dag Lou. Hallo Simon. Hé, moeten jullie gered worden? Nee, alles is hier oké. Nee, alles oké. Wel, als je zou vallen of zo, dan ben ik in de buurt. Superkonijn! Heb je dat gezien? Ik ben niet eens gevallen. Superkonijn is supersterk! Spelen we verder? Oké. Superkonijn gaat je redden van een kikker. Kom aan, ga weg. Weg, kikker. Kom aan, hop. Spring er maar vandoor. Niet op mijn hoofd. Hij is weg. Missie volbracht. Dankzij Superkonijn. Simon, laat ons toch eens spelen. Laat weg, Lou. Hier kom ik. Ferdinand, je valt ons lastig. Wat? Valt Ferdinand jullie lastig? Dit is een missie voor Superkonijn. Hey, dat is van mij. Je krijgt hem straks terug. Ik moet Ferdinand vangen. Oké, Simon, maar breng hem snel terug, oké? Hey, kom terug, Ferdinand. Oh, je zal me
toch nooit vangen met dat babyfietsje. Wacht maar eens af. Je bent niet snel genoeg. Ik ga je vangen, Ferdinand. Pas op, ik kom eraan. Hallo, Simon. Ferdinand, val ons toch niet zo lastig. Jij valt ons lastig, Simon. Door jou kunnen we niet spelen. Ja, dat is waar. Je valt ons de hele tijd lastig. Kom, Lou. We gaan ergens anders spelen. Maar... Hé, hey, meisjes. Als er iets is, dan bel me. Oh nee, hij gaat modder over de meisjes gooien. Pas op, Ferdinand gaat door de plas rijden. Oh nee, Ik kom eraan. Oh, sorry. Gaat het, Simon? Oh, Simon, je hangt vol modder. Ja, Simon, je bent heel vuil. Tadaa! Ach, dat is niet erg. Superkonijn is toch niet bang van modder? Je hebt ons gered. Je bent een echte held. Ja, missie volbracht voor Superkonijn! Superkonijn! Superkonijn is hier om je te redden. Hey, Simon jankt vol modder. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Super konijn! Ben je al aangekleed? Shh. Simon! Waar ben je? Simon, schatje. Tada! Wauw, je hebt je superheldenkostuum aangedaan. Ja, want ik ben Superkonijn. En ik heb een missie. Een missie? Echt waar? Zoals misschien je bed opmaken? Sorry, mama. Ik moet slechterikken gaan vangen met mijn laserstraal. Slechterikje in de keuken. Ik kom eraan. Superkonijn. Pieuw, pieuw. Hé, hey, Sippie zit slechterikje in de tuin. Kom aan. Wacht op mij. Waar zijn ze dan, Simon? Psst, Gaspar. Kijk daar, je zit er in het tuinhuis. Dat is geen slechterik, dat is papa die aan het werken is. Wauw, heb je dat gezien? Het zijn ze, ze hebben laserstralen. Auw. Hé, dat is papa. De slechterikken vallen hem aan. We moeten papa redden. Tadaa. Maar dat durf ik niet. Oh, je hebt gelijk, Gaspar. Dit is echt veel te gevaarlijk voor jou. Ga je daar verstoppen achter die boom. Daar ben je veilig. Oké. Voorzichtig, Simon. Maak je geen zorgen. Ik heb mijn laserstraal. Tada! Superkonijn is nergens bang voor. Hou vol, papa. Ik kom eraan. Pieuw, pieuw, sjoe, sjoe, waja. Oeh. Wow! Simon, ik ben het maar. Alles oké? Papa, ik
dat je niet herkent. Dat masker is griezelig. Het spijt me, klein konijntje. Hé, ik ben je klein konijntje. Ik ben superkonijn. Oh nee, Simon, snel. Sorry, papa. Ik heb een nieuwe missie. Tada! Waar is dekentje naartoe? In de boom gevallen. Wow. Kan je het zien, Simon? Ik ben niet Simon. Ik ben superkonijn. Vrees niet, ik red je dekentje wel. Ben je oké, Simon? Ja hoor. En raad eens, dekentjes hier. Joepie. Dekentje. Auw. Mama. Mama. Kijk, kijk, mama. Ik deed mijn handpen aan de grote boom. Simon heeft dekentje gered. Oh, Simon, het is maar een splinter. Maak je geen zorgen, schat. Ik haal hem er direct uit. Mama, gaat het veel pijn doen? Heel veel? Ach, nee hoor. Het komt allemaal in orde. Geef je hand eens hier. Gaspar zei dat je een echte held bent. Is dat waar? Oh ja, ik heb dekentje gered. Dus, held van mij, geef me je hand nu maar. 1, 2, 3, bingo! Het is al voorbij. En het deed niet eens pijn, hè? Het deed helemaal geen pijn! Simon, je bent het moedigste konijn ter wereld. Je bent echt voor niets bang. Natuurlijk niet, mama. Want ja, ik ben... superkonijn! Mijn beurt, mijn beurt! Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Groot zijn is niet leuk. Yay. Yay. We zijn er. Yay. Joepie. Ja, dag, Omi. Hallo, groot konijntje. Oh, hallo, klein konijntje. Hallo Otis. Eva. Je bent braaf. Hoger, Oppie. Mag ik nu, Oppie? Alsjeblieft, mag ik? Simon, kan je me even komen helpen? Neem je je tas? En kan je de tas van je broer ook nemen? Waarom moet ik zijn tas nemen? Je hebt gelijk. Daar ben je inderdaad nog te klein voor. Huh? Nee. Ik ben superkonijn. En ik ben supersterk. Bedankt, superkonijn. Ja, mondje open, hier komt de vliegende lepel. En hier komt nog een lepeltje. Hop. Pas op, supersnijwerk. Simons vleesjes gaan vliegen en het landde in de mond van Elvis. Hey, jullie lachen me uit, maar er is niemand die mij helpt met mijn vlees te snijden. Oh, Simon, dat is niet erg. Kom, ik zal je helpen. Simon. Zo grappig als een clown. Ben je oké, Simon? Heb je je pijn gedaan? Nee, ik ben niet oké. En het is helemaal niet grappig. Zo lief dat je ons helpt, Simon. Grote jongen.
Ja, ja. Ik heb alles laten vallen. Groot zijn is niet leuk. Ik heb er genoeg van. Ik kan weer klein zijn. Oh, Simon is een kleine baby. Huh? Nee, Simon is groot nu. Maar Simon, groot zijn is echt geweldig, konijntje. Je kan zoveel dingen doen die kleine konijntjes niet kunnen. Dat is niet waar. Mama, mag ik gaan spelen? Tuurlijk, konijntje. Als je klein bent, is alles simpel. Groot zijn is niet leuk. En daarna is het tijd voor een dutje. Simon, heb ik je al verteld over de zoetwaterwalvis die ik gevangen heb? Nee, wat is een zoetwaterwalvis? Als je het wilt weten, kunnen we er een gaan vangen. Echt waar? Kunnen we nu gaan? Oké, we doen het nu tijdens het dutje van Gaspar, oké? Ja, Gaspar is te klein om te vissen. Oppie, ik heb bet! Het is een walvis, Oppie. Het is een walvis. Wacht, ik help even. Snel, het net. Hier komt de walvis. Goed gedaan, Simon. Ben je oké, Simon? Geen pijn gedaan? Nee, Oppie. Dat was geen zoetwaterwalvis, maar een vliegende vis. Er was eens een klein konijntje met hele grote oren. Oh. We zijn terug. We zijn gaan vissen. Oh, wat heb je gevangen? Wel, ik heb een vliegvis gevangen. Oh, mag ik het zien? Mag ik het zien, Simon? Hij is weggevlogen. Opstijgen en landen. Dank je, papa. Ik ook. Ik wil boven slapen. Gaspar, je bent nog veel te klein om boven te slapen. Maar papa, hij kan bij mij slapen. Ik ben groot nu. Oké, maar alleen als je tegen de muur slaapt. Oké? Okay? Ja. Oké, papa. Zet je dan schrap, Gaspar. Opstijgen. Zo, jij slaapt tegen de muur, dan kan je niet uit bed vallen. Dank je, Simon. Dankzij jou mag ik boven slapen, zoals een grote jongen. Eigenlijk is groot zijn echt superleuk. Klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Ik heb gewonnen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik kom er aan. Klaar of niet? Aha! Ik kan je zien, Gaspar! Gevonden! Simon, hoe heb je dat gedaan? Je hebt vals gespeeld. Dat is niet waar. Ik heb je gevonden, want ik ben Simon, de verstoppertjeskampioen. Ik ben het spel beu. Ik wil niet meer spelen. Hey, kom maar, Gaspar. Ooit op een dag zal je me wel eens verslaan. Als je groot bent, oké? Okay? Nee, ik ga nu niet meer spelen. Ha, en ik dacht dat je geen huilbaby meer was. Ik ben geen huilbaby. Speel dan toch mee. Simon, val je broertje niet lastig. Maar ik val hem niet lastig. We gaan racen. Nee. Kom aan, je krijgt een voorsprong. We gaan het net als in het echt doen. Net als in het echt. Dus, Gaspar, hier is jouw startpunt en ik geef je een grote voorsprong. Jij start bij de schommel en ik ben de oudste, dus ik start aan het tuinhuis. We lopen onder de waslijn door en wie het eerste aan de poort is, wint. Ik ga winnen. Klaar en start. Ik ga winnen. Wacht maar af, ik haal je in. Sipje. Sipje, is dat
zien we nog wel. Mama, ik heb Simon verslagen. Ik ben een kampioen. Mijn kleine kampioen. Huh? Wat een grap. Ik heb verloren door Sipje en het dekentje van Gaspar. Het is niet zo belangrijk, Simon. Je zal ook wel eens winnen. Natuurlijk, want ik ben de kampioen. Huh? Nee, dat ben ik. Jij verloor. Je had gewoon geluk. Dat is niet wat waar. Een grap. Stop. Rustig nu. Allebei. Ja, mama. Kom aan, konijntjes. Het is tijd voor het vieruurtje. Als ik wil, versla ik je toch. Oh, wie het eerst in de keuken is, wint. Ja, ik win. Woehoe. Ik ben superkonijn. Kijk eens, Simon. Chocoladekoekjes vandaag. Wauw, mama. Mijn lievelingskoekjes. Dank je. Hé, hey, Gaspar. De eerste die zijn koekjes op heeft, wint. 1, 2, 3, start! Ik ben eerst klaar! Ik win! Maar je mond is veel groter. Oké. We doen iets anders. Wie het meeste bellen maakt, wint. Simon, stop eens met dansen op je stoel en eet je banaan op, schat. Oké, mama. Natuurlijk. De eerste die zijn banaan pelt, wint. Zo leuk dat mijn konijntjes lachen en niet vechten. Ja, mama. Ik win opnieuw. Dat is niet eerlijk. Jij bent groter. Ha! Oké, dan. De eerste die lacht, verliest. Je moet niet groot zijn om dat te winnen. Oké? Oké. Dus ik win, joehoe. Oké, Gaspar. Ik kan niet altijd winnen. Maar ik ben toch de grote broerkampioen. En een bananenchapeau voor de kleine kampioen.